Ja, voorzitter, ik zal mijn irritatie over het bijna bekende VVD-pogingje om via het benoemen van zaken waar we ons allemaal zorgen over maken, en wat eigenlijk weer 80% van het antwoord van de heer Dijkhoff is, om dat te beheersen, omdat ik echt ook geïnteresseerd ben in oplossingen. En niet naar de zoektocht om wijken vervolgens tot een stigma te maken. Want je zou daar de stap voor kunnen leggen. Hoe komt het dat mensen in die wijken terecht zijn gekomen? Hoe komt het dat je in delen van een stedelijke ontwikkeling door een gebrek aan kansen, door lage huren, maar dan vaak in slechtere woningen, de concentraties krijgt die niet opgelost worden door te zeggen: u bent daar gaan wonen of u moest daar gaan wonen en dus bent u nu als groep een probleem. U heeft kennelijk met z'n allen een eenduidige cultuur die een probleem wordt. En ik wil echt van de heer Dijkhoff weten, omdat hij ook het kabinet oproept om hier stelling in te nemen, of hij echt van plan is om wijken te gaan bestempelen als: u heeft hier allen een probleem als het gaat om vrouwenrechten, kinderrechten en noem maar op. Want als dat zo is, dan ga ik u aankondigen, daar ga ik dwars voor liggen. De heer Dijkhoff. Voorzitter, de heer Pechtold roept nu een fysieke blokkade van hemzelf op. En die komt niet voort uit het plan wat ik heb. Die komt voort uit zijn eigen blokkade. Dat als je ziet dat de VVD er met een plan komt, dat hij daar al bij denkt: oh, ze zullen wel weer zo. Nee, ze zullen helemaal niks. Groepen integreren niet. Dat doen individuen. En er zijn individuen die dat nog veel liever zouden willen, maar door een omgeving klein gehouden worden. En ik zal straks uitleggen welke criteria we hanteren, als het aan mij ligt, om die wijk te identificeren. Dat ik ook wil dat er gecheckt wordt of die criteria van de Denen voor Nederland wel de meest optimale zijn. Maar ik wil wel gericht kijken naar een wijk waar iemand die vrij wil zijn, die juist niet die cultuur in stand wil houden, die patriarchale onderdrukkende cultuur, die er onderuit wil. Die moeten wij als liberalen als eerste, zeg ik tegen de heer Pechtold, de hand reiken om er onderuit te komen. Die moeten we bijstaan. Die mensen die in die wijk wonen, die van goede wil zijn, die last hebben van criminaliteit, die last hebben van te weinig kansen, die op een achterstand komen te staan, die moeten we beschermen. En die moeten we verheffen, zal ik maar eens een linkswoord gebruiken, wat het eigenlijk gewoon om neerkomt. Ik vind dat het daar tijd voor is. Ik vind dat we te lang hebben gekeken. Het komt vanzelf. Het komt helaas niet vanzelf. Dat is voor die mensen zelf in de eerste instantie het grootste nadeel. En heeft ook nadelige effecten voor de rest van Nederland. De heer Pechtold. Voorzitter, juist als je de samenleving... Waarom? Er is een wijkje in opstand. Voorzitter, juist als je de samenleving als individuen bekijkt, dan zet je dus niet groepen als totaal probleem weg. Want je zal in die definitie die de heer Dijkhoff nu zoekt, maar net niet in die wijk wonen en die zelfstandigheid zoeken, of die problemen hebben om als vrouw je net zo volwaardig te voelen, te uiten en te gedragen als man. Dan zit je dus in het VVD-beleid in de verkeerde wijk. Nee. Want ja, die wijk is niet bestempeld als een probleem waar we dit generiek gaan aanpakken. Dus dan val je daar buiten. Nee. Juist, voorzitter, als je de samenleving ziet als individuen die we nooit wegzetten als groepen vanwege hun herkomst, hun geloof, hun leeftijd of wat dan ook, dan zal je juist de kansen en de problemen ook bij het individu moeten zoeken. En als er problemen zijn, daar moeten aanpakken. En als er kansen zijn, ze moeten bieden. Maar de suggestie die vanochtend door de VVD gewekt werd, en die gelukkig alweer door de communicatieafdeling een beetje wordt bijgestuurd. Nee, het gaat er niet dat je er... Het gaat erom dat je, als het daar doet en zo, het wordt alweer genuanceerd. De suggestie van in wijken is er een probleem en dat gaan we nu met z'n allen ook problematiseren, die werp ik verder van me. En ik zeg tegen het kabinet: lees het regeerakkoord nog maar eens goed. Dat gaan we dus niet doen. We hebben het over een aantal wijken waarvan de heer Dijkhoff vindt dat ze geselecteerd moeten worden. En ik vraag me af hoe dat dan in de praktijk werkt. Nou, er wordt een criminele activiteit begaan. Vervolgens word je aangehouden door de politie, gaat mee naar het politiebureau. Het komt voor de rechter en de rechter moet een uitspraak doen. Ja. En dan ziet hij, het is gepleegd in postcodegebied zoveel, zoveel. Oh, de straf is niet 3 maanden, maar 6 maanden omdat het in die wijk is gebeurd. En dan vraag ik me af hoe je dat kan rijmen met: ja, we doen het om de mensen in die wijk te beschermen. Nee, de mensen in die wijk die worden slachtoffer van de dubbele maat die u voorstelt. En ik ben bereid, of u ook voorstander bent, om bijvoorbeeld bepaalde wijken waarin witteboordcriminaliteit voorkomt, waarin waarin witteboordcriminaliteit voorkomt, zoals een pak een beetje gemeenten zoals Wassenaar of Bloemendaal of Blaricum, of u criminele activiteiten die begaan worden in die gemeente ook zwaarder wil bestraffen. Mevrouw voorzitter, de heer Kuzu zegt nu dat mensen die in zo'n wijk wonen crimineel zijn. Want u zegt, ja dat zegt u wel. Voorzitter, dat u zegt namelijk dat die mensen door die dubbele straf van die mensen die in die wijk wonen daar last van hebben. Dus u zegt die criminaliteit in die wijk, die komt door de mensen die er wonen. Dat zegt u. Die mensen die niet crimineel zijn, die slachtoffer zijn van criminaliteit in een wijk waar de kans groter is dat je slachtoffer wordt. Waar meer criminaliteit is. Waar soms, zelfs als het donker is, de dienst wordt uitgemaakt door straatbendes en rotjochies op straat. Die mensen moet je beschermen door de criminelen die daar de wet overtreden harder aan te pakken. Zoals we dat ook een verschil maken of je iemand in elkaar slaat die agent is of niet. Dat kan gewoon, dat doen we in onze rechtsstaat vaker, juist om extra kwetsbare groepen en in dit geval extra kwetsbare wijken te beschermen. Als u zegt dat dit leidt tot een zwaardere straffen voor de mensen in die wijk, dan impliceert u dat zij dezelfde criminelen zijn. Tot slot, voorzitter, daar worden woorden in mijn mond gelegd waar ik die ik totaal niet heb gezegd. Die kwamen er zelf uit. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, wat ik zeg is, hoe werkt het nou in de praktijk? Er wordt een criminele daad begaan en vervolgens komt het voor de rechter. Dus als het in een bepaald postcodegebied gebeurt, dan wordt de straf daarvoor verdubbeld. Dat is toch waanzin? Ja, dat is gefocust op wijken die al niet zoveel kunnen hebben. Waar de mensen elke dag al gebukt gaan naar onder meer criminaliteit dan anderen. Als mensen die zich daaraan willen ontworstelen aan de slechte sfeer en slechte omstandigheden en slechte kansen in zo'n wijk, die het daardoor al veel moeilijker hebben. Dus je beschermt die mensen juist door te zeggen, als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is dat een zwaardere straf. Wat u ervan maakt, daar neem ik expliciet afstand van, is dat u zegt, als je in zo'n wijk woont, ben je crimineel en heb je er last van dat je zwaarder straft. Dat is wat u straks letterlijk zei. Ja, de laatste opmerking op dit voor mij duidelijk maakt is dat dit postcode racisme is, waarbij ik zie dat de VVD steeds meer aanscherpt tegen de PVV. Ja, en ik zou zeggen, kap met die PVV-corvée. Kijk, dat de heer Kuzu elk moment uitnut om er weer een cultuuroorlog van te maken is aan hem. Maar dat hij nu een plan, wat daar niet op gericht is, wat mensen in kwetsbare wijken juist ook moet beschermen en moet zorgen dat zij de vrijheid kunnen proeven, dat hij dat nu gaat verdraaien om dan weer dat punt te gaan maken, dat is echt verwerpelijk en extreem cynisch naar al die kinderen die we daardoor in de steek laten in die wijken die de vrijheid niet kunnen proeven, die niet Nederlands leren en daar onoverbrugbare afstanden hebben die ze tot in hun hele carrière en werksleven nog mee moeten dragen. De heer Buma. Ja, voorzitter, ik moet zeggen dat ik moet het voorstel ook beter snappen, dus de heer Dijkhoff moet maar eens even uitleggen. Als het zo is dat het strafrecht gaat veranderen, in die zin dat de plek waar je het feit pleegt bepalend is voor de ernst daarvan. Dan hebben we dus de zaak bijvoorbeeld dat iemand die in Amstelveen een hulpverlener in elkaar slaat, dan een minder ernstig strafbaar feit pleegt dan iemand die een hulpverlener in elkaar slaat in Amsterdam-West. Want in Amstelveen wordt hij gewoon minder erg bestraft dan in Nieuw-West of in Oud-West, omdat daar grotere problemen zijn. Dat kan natuurlijk totaal niet. Voorzitter, als die wijken, als dat de onderscheid tussen die wijken is, dan klopt dat. En dan kan het wel, want de heer Buma noemt zelf de hulpverlener. Als je in Amstelveen een hulpverlener in elkaar slaat, waarvan je niet weet wie hulpverlener is, die in het weekend boodschappen doet, krijg je een lagere straf dan als je diezelfde hulpverlener in elkaar slaat, als je zijn werk uitoefent op dezelfde plek als je bijvoorbeeld met een ambulance iemand aan het reanimeren is. Dus we maken al verschil. Er zijn hier voorstellen. Ja. Ja, zo werkt het gewoon. Zo werkt ons strafrecht toch? Niet, want het gaat wel. Want het beschermen van ambtenaren en van mensen die ons helpen is een apart ernstig strafbaar feit. Zeker. Dus een politieagent in functie, dat roepen we ook allemaal hier, moet zwaarder worden bestraft. Maar ik kom even terug, wat u zegt is iets heel anders. Laat ik het nog een keer omdraaien. U noemt ronselen. He, als een punt. Dan is ronselen in Amstelveen van een kind, een onschuldig kind, minder ernstig dan het ronselen van een onschuldig kind in Amsterdam-West. Dat is bizar. Voorzitter, dit wordt toch gewoon steeds meer een doorzichtige truc. Eerst morgens vertellen, we gaan zwaarder straffen als je in een bepaalde wijk iets doet. He, ik ga het nu heel zorgvuldig formuleren. Als je in een bepaalde wijk iets doet, dan nu een tranentrekkend verhaal over kansen geven en vrijheden bieden en onderwijs en taal leren. Hoe lang zit u nou in de regering? Nooit wat aan gedaan. En dan nu zeggen, nee, wat jullie eruit pakken, namelijk dat we gaan discrimineren op waar het gebeurd is. Nee, dat is slechts een onderdeeltje en dat groten jullie uit. Ja, terecht vergroten we dat uit, voorzitter, omdat het natuurlijk onbestaanbaar is. En de voorbeelden van de heer Dijkhoff ook niet opgaan. Dat je in Nederland de locatie bepalend maakt voor de straf. Dat is idioot. Er zijn vreselijke dingen in die wijken. Er zijn vreselijke dingen die gebeuren in wijken. Maar je wilt toch niet dat een afrekening in het criminele circuit in de ene wijk anders wordt aangepakt dan in de andere wijk? Het zou toch van de zotte worden? Ja, voorzitter, dit soort cynisme en haaks gezever over woorden en trucjes, sorry hoor. Ik kom hier gewoon, ja dit is cynisch ja. Want die mensen hebben er geen klap aan. We eindigen dan het debat waarbij de heer Pechtold zegt, nou het was een trucje. Waarbij ik een inhoudelijk voorstel doe en vraag om een reactie. Daar wordt gezegd, moet het per se die maatregelen zijn. Ik ben ervoor, ik zou hem nemen. Als het draagvlak is voor iets anders wil ik het ook bespreken. Dat is een open manier van politiek bedrijven. En u kiest woorden, u kiest sferen, u kiest toon. En vervolgens na deze dag hebben we geen klap gedaan voor die kinderen die op een vierde nog geen Nederlands praten. We hebben geen klap gedaan voor die mensen die onder vrijheid opgroeien en de vrijheid zouden moeten hebben. U heeft hier een moreel verheven debatje gevoerd met mij en op inhoud heeft u niks toegevoegd en geen klap gedaan. De heer Pechtold. Voorzitter, ik ben ongelooflijk blij dat we hier vandaag samen met de VVD presenteren. Taalachterstand vanaf dag 1. Kinderopvang vanaf de vroegst mogelijke jaren. Meer positie voor vrouwen en voor mensen met een zetje nodig op de arbeidsmarkt. Dat is wat dit kabinet doet. En dan ook nog wijken, gaan vergroenen, gaan verduurzamen, zorgen dat er betaalbare huurwoningen komen. Dat is beleid. Trucjes, meneer Dijkhoff, zijn niet haags. Ze begrijpen ook in Breda en ook in Wageningen wat u aan het doen bent. Want het is inderdaad een repeterend gebeuren. En het leuke is, aan het eind van de dag, dan zie ik die keutel ook wel weer weglopen. Dan zal de premier netjes zeggen wat we wel allemaal doen. En dan gaan we weer terug. Maar ondertussen is de sfeer neergezet als zou er weer in die wijken een probleem zijn wat we niet kunnen oplossen. Okay. Problemen aanpakken, kansen bieden. Voorzitter, waar de heer Pechtold mee begon, dan had hij ook gewoon als enige interruptie kunnen hebben als hij naar het verhaal had geluisterd. En niet meteen aansloeg op iets wat hij gelezen had en wat er anders was. En trucje, ja, u verwijt mij een trucje. En dit is wel waarom mensen afhaken. Dat als er hier een voorstel wordt gedaan, dat er niet op de inhoud wordt gedebatteerd, maar er gezegd wordt, oh het komt van die, het zal weer een trucje zijn, het is niet serieus. En dan zegt u ook nog dat ik doe alsof er in die wijken problemen zijn. Je zult daar maar wonen en nu al weten dat je dit niet mag studeren. Je zult daar maar wonen en weten dat als je uit de kast komt in elkaar geslagen wordt. Je zult er maar wonen en dit hele debat nog geen letter van kunnen verstaan, omdat je geen Nederlands spreekt en niet in de Nederlandse cultuur hebt. Je zult maar de rest van je leven die achterstand moeten meedraaien in de samenleving. En hier zien dat als het besproken wordt, er vooral mensen beginnen te praten over één maatregel, een woord, het een trucje noemen en dan weer lekker terug met een moreel verheven gevoel in de bankjes gaan zitten en er niks is veranderd en niks is gedaan. De heer Klaver. Wat een arrogantie, zou ik willen zeggen tegen de heer Dijkhoff. Ja, u herkent het als geen ander. I rest my case. Wat een arrogantie, de heer Klaver, om heel eerlijk te zijn. Collega's uit uw eigen coalitie, die stellen u inhoudelijke vragen over dit voorstel. Die stellen inhoudelijke vragen over wat hier gebeurt. En om heel eerlijk te zijn, het antwoord dat we krijgen is, nou, het is niet helemaal een voorstel wat ik doe. Het is wat in Denemarken gebeurt en ik vraag het kabinet om daarop te reageren. Er is wel degelijk een voorstel gedaan door de VVD. U wordt daarop bevraagd. Het wordt duidelijk dat het eigenlijk helemaal niet zo heel stevig in elkaar zit. En vervolgens begint u om u heen te meppen en te zeggen dat de andere collega's die politieke trucjes aan het uithalen zijn. Mijn vraag aan u zou zijn, heer Dijkhoff. Ik herken ook het systeem wat hierin zit. De VVD komt weer met iets op een cultureel thema geënt voorstel, zodat het niet over de dividendbelasting hoeft te gaan. Dat is wat u hier doet. En wat ik nou niet snap, als u dat dan toch wil en het over criminaliteit wil hebben, waarom bent u niet met een voorstel gekomen voor de bovenkant van de samenleving? Voor de witte criminaliteit. Laat ik zeggen, bijvoorbeeld frauderende uitvaartondernemers of huisjesmelkers. Of als het gaat over witwassende bankiers. Zullen we daar ook de straffen verdubbelen, meneer Dijkhoff? De heer Dijkhoff. Voorzitter, als ze het in die wijk doen, wel ja. Ja, dat is consequent. Ik heb elke inhoudelijke... Nee. De heer Dijkhoff. Dat is consequent. Ik heb elke inhoudelijke vraag beantwoord. Van coalitie en oppositie. En daar ga ik ook gewoon mee door. Maar ik vind het wel treurig dat er hier een wedstrijd gedaan wordt om het snelste te zoeken naar een soort van disqualificatie in plaats van op de inhoud te kijken. Ik ben er open over dat ik deze voorstellen, ik zou ze steunen. Ik vind ze goed. Ik wil ook weten of er redenen zijn om ze in Nederland anders te doen of niet. Dat wil ik ook weten. Maar ik heb nog geen betere aanpak en nog geen consistenter verhaal gezien dan wat ik in Denemarken heb gezien. En ik zie wat daar gebeurt en daar ben ik positief over. En ik vind ook dat alle manieren die we tot nu toe hebben geprobeerd met integratie, die hebben gewoon niet de vruchten afgeworpen. Die laten individuen in de steek. Die laten mensen achter. Die accepteren dat ze onvrij zijn. Er zijn veel mensen goed geïntegreerd. Fantastisch. En ook aan de andere kant vraagt dat veel van de samenleving. Daar kom ik straks nog op terug. Dan moet er ook bij zeggen, als je je vrij gevochten hebt, hoor je er volledig bij. Dan moet er ook geen enkele acceptatie zijn, ook niet in een foute grappensfeer van onderscheid op achtergrond of religie. En dit hele plan Dat wil ik graag bespreken. En ik vind het echt gewoon heel jammer dat we hier nu weer onze nummertjes van de dag daarboven stellen. Prima inhoudelijk. Maar ook dingen als arrogant of trucjes, joh, daar heeft toch helemaal, in Nederland helemaal niemand ene klap aan om dat hier in interrupties te gaan verwijten. De heer Klaver. Voorzitter, ik hoop maar dat het een mislukte grap was van de bekende Dijkhoff humor. Dat hij zegt, nee, als ze in die wijken wonen, dan gaan ze wel harder gestraft worden. Dit laat precies zien. Nee, niet als ze waar het probleem zit. Dit laat precies zien waar het probleem zit. Die witte-bordencriminaliteit is ook een probleem. En u koppelt het nu aan deze wijken. Wat ik aan u vraag is, u focust zich weer op wat er gebeurt aan de onderkant van de samenleving. Daar naartoe trappen. Maar als het gaat om de trap aan de bovenkant schoon te vegen, om met voorstellen te komen, om bijvoorbeeld die witwassende bankiers aan te pakken, dan blijft het stil bij de VVD. Dit is een doorzichtige truc, want dat is het. Een doorzichtige truc om ervoor te zorgen dat het bijvoorbeeld niet gaat over die dividendbelasting. En dat ziet u niet. Voorzitter, dit gelooft echt helemaal niemand in Nederland. Er wordt een beetje matig geklapt erachter. Niemand gelooft. We zullen eens opletten, meneer Klaver. Ik zou ook opletten, dat doe ik ook elke dag. Als u ook nu even oplet, er is helemaal niemand die denkt dat het vandaag niet over de dividendbelasting gaat. Daar heb ik het uitgebreid over beantwoord. Daar hebben we het eerder over gehad. Op geen enkele manier. Ik snap het niet dat u zegt dat ik trap naar beneden als ik zeg dat ik die mensen die het zwaarst hebben, dat je die wil verheffen, dat je die wil helpen, dat je die vrijheid in wil helpen. Dat zou u toch moeten omarmen. En over de bankiers bij de ING, ik geloof dat onze fractie een van de felste was om niet alleen te zeggen toen daar iemand opstond, wat top dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar wel van nou ja, het is goed dat er iets gebeurt, maar het duurde wel lang en er was publieke druk voor nodig, politieke druk, ook van ons. Ook eerder, toen u met uw bonuswet kwam, heb ik daar niet op gereageerd op een manier van wat een onzin, gedoe, de maatschappij moet niet zeuren, die banken zijn top. Dus ik heb wel degelijk al vaker het afgelopen jaar, ben ik kritisch geweest over criminelen, ook gewoon in de bankensfeer als daar criminaliteit gedoogd werd door een organisatie. En ik ben nu bezig om te kijken hoe ik mensen, waarvan het mij betreurt dat het niet vanzelf is gegaan, die onvrij zijn, die op achterstand staan, die een schoolcarrière met een achterstand beginnen, hoe we die kunnen helpen. Omdat daar armoede en criminaliteit is. Korte opmerking. Voorzitter, u zet hele wijken weg. Ik zou dit kabinet een compliment willen geven. Niet u, maar het kabinet wel. Inderdaad, als het gaat over vroeg- en voorschoolse educatie, de taallessen vanaf dag heen. Zoals de heer Pechtold terecht heeft gezegd, en een belangrijk punt is wat gerealiseerd wordt in dat regeerakkoord. Dat zorgt voor kansen. Dat gaat over verheffing. Dat betekent dat je het opneemt voor die wijken. Het voorstel wat u heeft gedaan gaat daar volstrekt aan voorbij. Voorzitter, ik vind het heel erg bijna komisch worden dat de heer Klaver een eindconclusie velt over een voorstel waar hij nog niet de moeite heeft genomen om eerst te horen hoe het zit. Want ik moest er nog aan beginnen. En daarnaast vind ik het echt om nu weer hier, alsof ik wijken wegzet, het is zo makkelijk verwijt en het doet allemaal maar dan hebben die mensen die wijken niks aan. Die hebben morgen nog steeds achterstanden, die hebben morgen nog steeds onderdrukking, die hebben morgen nog steeds taalproblemen, die hebben morgen nog steeds meer criminaliteit in hun wijk. En om er niet over te praten, dat heeft nog nooit in dit land één ding opgelost. Ja, de heer Dijkhoff heeft het over verheffen. Hij wil mensen in die wijken verheffen. En ik vind dat toch wel brutaal. De VVD, verantwoordelijk voor jarenlang falend integratiebeleid, verantwoordelijk voor steeds minder politieagenten, juist vooral vaak in die wijken. De VVD verantwoordelijk voor het vermarkten van de taalkursussen, waardoor het een chaos is geworden. En de heer Dijkhoff wekt hier vandaag op zijn minst de suggestie, dan zal ik het netjes uitdrukken, wekt hier op zijn minst de suggestie, dat hij een vorm van klassenjustitie wil introduceren. En mijn vraag is daarom aan de heer Dijkhoff, om dat weg te nemen. De heer Zegers refereerde aan de Zuidas. Nou is het algemeen bekend dat daar flink wordt gefraudeerd. Witte-bordencriminaliteit is daar groot. Flink wat rechtse recidivisten. Is de heer Dijkhoff dan ook van mening dat de strafmaat daar verdubbeld moet worden? De heer Dijkhoff. Voorzitter, nee, daar geldt het. Ik vind die strafmaat goed en als er recidivisten zijn word je zelf hoger gestraft. En ik heb ook niet gezegd dat we bepaalde criminele gedragingen hogere strafmaat moeten hebben dan voorheen. Het is juist gericht om de ongelijkheid weg te halen die nu is. Dat er wijken zijn die zwaarder gebukt gaan onder criminaliteit. Om daar een herstelactie te doen. Om daar de criminaliteit gerichter snel uit te bannen. En dan op een gegeven moment kan zo'n wijk, als de verheffing en de verbetering daar voorbij is, is die wijk ook van die aanpak af en komt het weer in het normale. Als die namelijk, je hebt nu al een klassenverschil, namelijk wijken waar gewoon veel meer criminaliteit is en wijken waar dat niet is. En dan is dit een middel om te helpen, de politie te helpen, het gezag te hebben en duidelijk te maken aan de mensen van goede wil in die wijk. Wij zijn er voor jullie. En als hier, waar jullie toch al weinig kunnen hebben, waar toch al meer criminaliteit is, de wet overtreden wordt, dan zal dat nog zwaarder aangepakt worden. Dat is het idee achter deze maatregel. En ik probeer juist het verschil uit te bannen wat er al is. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter, ik noem juist een voorbeeld van zo'n probleemwijk. Het voldoet misschien niet helemaal aan de definitie van de heer Dijkhoff met, nou ja, meer dan de helft, geloof ik, van de mensen zou niet westerse achtergrond moeten hebben. Die begrijp ik ook niet helemaal. Maar ik noem juist een voorbeeld van zo'n probleemwijk, de Zuidas. En dan zegt de heer Dijkhoff, nee, daar gaat het niet op. Nou, voorzitter, daar zie ik geen integratie, zie ik wel criminele problemen. Moet je gewoon hard aanpakken. Als tuigers is tuig, maakt niet uit wat ze dragen en waar ze werken. Ik heb het hier alleen over een integratiegerelateerde maatregel om een wijk te laten zien. We staan aan jullie kant. We doen dit een tijd totdat criminaliteit niet meer zoveel hoger is. En je dus op achterstand staat dan de rest van het land. Ja, daar past dat niet in. Ja. Volgens mij hebben ze een beetje alle sprekers voor mij daar al aan gerefereerd. Ja. Als u de integratie vooruit wil helpen, dan doet u juist wat aan de taal. Dan zorgt u voor beter integratiebeleid. Dan zorgt u voor gemengde woningbouw. Zeker. Dat soort zaken. En niet het verdubbelen van de strafmaat. Maar voorzitter, de coalitie heeft het wel mooi voor elkaar. De heer Dijkhoff doet een proefballonnetje vanochtend in de krant. De hele coalitie vliegt erop. Inmiddels spreken we er volgens mij al bijna weer een uur over. En het gaat niet over, dit zijn de algemene beschouwingen, dit zou moeten gaan over de stand van ons land. Ja. En ik voorspel u, voorzitter, dit is een proefballon van de heer Dijkhoff. We hebben er ook eentje voorbij horen komen op zijn congres over lagere bijstand. Ik voorspel u, we horen er nooit meer wat van. Ja, voorzitter, even terug naar het wijken-postcodeplan van de VVD. Ik zal dat niet namens mijn fractie met de grond gelijk maken nu. U doet een poging om iets op te lossen en dat siert u. Maar het zou u ook gesierd hebben als u naar de oorzaken kijkt van die problemen. Want de oorzaken van die problemen, en ja, wat u nou steeds als voorbeelden noemt, behalve de taalleren, noemt u als voorbeeld meisjes die of niet naar school mogen of van tevoren al weten aan wie ze worden uitgehuwelijkt. Dat was het voorbeeld wat u noemde. U had het over homo's die, of jongens, die niet uit de kast durfden te komen omdat ze dan problemen hadden. Ja, dat zijn toch wel problemen die we vaak meemaken met niet-westerse allochtonen. Die voorbeelden die u noemt. Niet uitsluitend, maar vooral ook daarbij. En als dat zo is, de voorbeelden die u zelf aanhaalt, ja, dan heeft u toch ook wel een beetje als VVD de problemen zelf veroorzaakt door, ik zei het al in mijn termijn, de afgelopen 5 jaar 400.000 niet-westerse allochtonen ons land binnen te laten. Als u dat niet had gedaan, er waren een hele hoop van die problemen nu in Nederland niet geweest. Ja, voorzitter, ik ben daar niet op ingegaan omdat het beleid uitgaat van het individu dat onvrij is en niet van het motief waar de onvrijheid door komt. Dus in principe maakt het mij niet uit of het nou een onvrije Boeddha is of de islam. Maar dat noemde de heer Wilders nog niet. In de praktijk zien we natuurlijk wel dat vaker in naam van de islam deze onvrijheid op anderen wordt toegepast. Waarmee ik niet wil zeggen, want dat er niet ook heel veel mensen zijn die in vrijheid hun vrije leven en de islam combineren. Dat is mijn standpunt. Dus een beleid is niet gericht op een bepaalde achtergrond of motief, maar op een effect. Als het gaat om migratie, kijk, de heer Wilders had het eerst over Rutte 1 en dat er toen dingen niet lukten. In Rutte 2 is er een hele hoop wel gelukt en is de Europese wind ook anders gaan waaien. We hebben een afspraak over migratie met Turkije. We hebben de grenzen op de Balkanroute helpen sluiten onder ons voorzitterschap. We hebben mede ervoor gezorgd dat de geesten rijp waren voor een hele andere Europese blik op migratie die nu ook in de Kamer veel breder gedragen is. Waar de heer Wilders uiteindelijk ook de vruchten van kan plukken. Omdat die leidt tot gecontroleerde immigratie, maar ook een rem op, dus eigenlijk gewoon minder immigratie dan we in de afgelopen crisis hebben gehad. Dat willen we nooit meer. Dus ik denk dat we hebben het probleem wat voor ons neus lag in Rutte 2 hebben aangepakt en getackeld. En daarna ook gekeken hoe voorkom je in de toekomst dit nog een keer. En maatregelen hebben genomen waar Europa toch echt op een andere toon praat over migratie dan daarvoor. De heer Wilders. Ja, maar mevrouw de voorzitter, de heer Dijkhoff noemt nu allemaal problemen die direct met de islam te maken hebben. En die direct met immigratie te maken hebben. In uw hele voorstel heeft u het woord islam nog niet genoemd totdat ik hier nu een vraag over stel. En het is een feit dat als het gaat om meisjes die uitgehuwelijkt worden, ja, dat is inherent, helaas, aan de islam. Jongens die niet uit durven te komen, de kast is niet uitsluitend islam, maar is ook voor een groot gedeelte islam. Alle voorbeelden die u noemde zijn daaraan gerelateerd. En de VVD heeft, wat u ook zegt, ervoor gezorgd dat de wijken vol zitten met uw open grenzen. Dat ze vol zitten met niet-westerse allochtonen. Bijna 1,5 miljoen. 400.000. En u was toen staatssecretaris, hè? Ik heb het niet tegen zomaar iemand. Nee. U was toen staatssecretaris toen u die grenzen wagenwijd open liet staan. En er 400.000 mensen binnen liet. Dat is nou mooi met allemaal plannetjes te komen. En nogmaals, ik zal ze niet meteen afschieten. Maar kijk ook eens in de spiegel vanavond. Hoe komt dat allemaal die wijken, dat allemaal die verschrikkelijke dingen gebeuren? Dat komt omdat u in het stuur zat en zit en 100.000 mensen binnenliet, waarvan een groot deel vond dat je die jongen niet mag zeggen dat hij een homo is, dat een meisje uitgehuwelijkt moet worden, dat je de taal niet hoeft te leren. U heeft ze binnengehaald. Ja, voorzitter, ik was ook staatssecretaris toen we de Turkije-deal met Griekenland, de migratiedeal Turkije en Griekenland sloten. Ik was ook staatssecretaris toen Macedonië de grens sloot en de rest van de Balkan ook. Ik was ook staatssecretaris toen we straffen verzwaarden en makkelijker maken om iemand zijn verblijfsvergunning in te trekken als die strafbare feiten pleegt. Ik heb deze week gezien dat de rechter daar nog even aan moet wennen. Dat heb ik ook allemaal gedaan. En daar sta ik volledig achter en voor. En zoals ik net al op vraag van de heer Wilders heb aangegeven, het motief is voor mij niet de reden om het probleem van onvrijheid aan te pakken. Maar ik kijk er ook niet voor weg dat statistisch gezien vaker de islam gebruikt wordt om deze onvrijheid op een ander op te leggen. En dat er daarnaast ook heel veel mensen zijn die de vrijheid en de islam voor zichzelf als religie wel kunnen combineren. Dank u wel.